Ze worden de slachtoffers van de zomertijd genoemd. Het wild dat wordt aangereden op de Veluwe. Jaarlijks komen in deze periode honderden wilde zwijnen, herten en dassen om het leven op de drukke provinciale wegen in Gelderland. Nou komt dat omdat de klok net een uur vooruitgezet is en de dieren na de lange wintertijd een stuk actiever zijn. De boswachter nam ons mee om de trieste gevolgen te tonen. De N203 is voor wild een van de gevaarlijkste wegen van Nederland. Op het noordwestelijke deel van de Veluwe, tussen Elspeet en Harderwijk, raast het verkeer voorbij. Midden in een gebied vol everzwijnen, herten en reeën. Er wordt hard gereden hier op deze weg. Ja, er wordt heel hard gereden. En aan beide kanten zitten een behoorlijk aantal edelherten en wilde zwijnen. Ja goed, en dan is het eigenlijk vraag om aanrijdingen. En hoeveel aanrijdingen zijn er dan per jaar? Hier op de Noordwest-Veluwe alleen al 700. En dat zijn edelherten, reeën, wilde zwijnen en dassen. Oh, kijk hier. Hier is gebeurd. Kijk, hier ligt de reehaar. Okay. Onmiskenbaar. Dus in ieder geval, dit is de plek van de aanrijding. De hond wil al weg. En ik denk hier... Ik denk dat dit bloed is. Maar de hond wil... De hond wil al zoeken. Of, dit is in ieder geval de goede plek. Dat is een ding wat zeker is. Op pad met de boswachter op zoek naar het aangereden hert. Vooral in deze tijd van het jaar, als de ochtendspits samenvalt met de schemering, zijn er veel aanrijdingen. Goed zo. De dieren zijn 's nachts op zoek geweest naar voedsel en trekken zich bij het ochtendgloren terug in het bos. Gezien de koplamp die er ligt en de hoeveelheid glas die er ligt, lijkt dat hij frontaal voor de auto gekomen is hierheen. Dus de kans is wel redelijk groot dat hij of dood ligt of dat hij voor ons uitstrompelt. Hier, daar ligt hij. Ja, braaf. Heb je. Oh. Goed zo, braaf. Nou, die is hartstikke dood, hè? Die is dood. Ook wel een poosje dood, zo te zien. Het begint al wat blauw door te slaan door de buikwand. Hier beschadigd, denk ik dat hier langs de auto opgestreept is. En wat voor soort jachthond is Tanja? Tanja is een zweethond. Wat betekent dat? Zweet is komt uit het Duits, uit het Duitse Schweiß. Dat is wildbloed. En Tanja is erin gespecialiseerd om gewond grofwild, edelherten, reeën, wilde zwijnen, damherten op te sporen. Dus die loopt zo'n spoor uit tot die bij zo'n dier terechtkomt. En hoe lang kan ze zo'n spoor blijven volgen? Nou, dat kan soms dagen duren. Want een dier kan soms heel ver weglopen nog. Zeker als die vol met stress en vol met adrenaline zit, kan dat soms heel lang duren. En zo'n spoor kan die volgen tot maximaal 2-3 dagen. Dan houdt het op, dan is zo'n spoor vaak weg. Nou, hij ligt al een poosje, dus hij is niet echt geschikt meer voor menselijke consumptie. Er zitten allerlei bacteriën die allerlei in het vlees hebben zitten inwerken. Dus ik sleep hem even naar een open plekje. En dan kan hij dienen als voer voor de raven en de dassen en de vossen die hier rondlopen. En ook de wilde zwijnen die hebben hier een heel lekker maaltje aan. Dus ik sleep hem even iets naar achteren. Dat vindt Tanja natuurlijk heel erg leuk. Op de hele Veluwe worden jaarlijks wel 2000 dieren doodgereden. Als het er niet meer zijn, want niet alle aanrijdingen worden gemeld. En dat is wel belangrijk, want dieren zijn niet altijd op slag dood. En dan moet de boswachter ze uit hun lijden verlossen. Zo. Hier, ik hoor de kraai al en de raven. En dan komt een nieuwe melding binnen. Langs de drukke 203 is dit keer een wild zwijn aangereden. Een precieze markering van de aanrijding is noodzakelijk. Anders kan de hond nooit op het juiste spoor worden gezet om het aangereden dier na te zoeken. Het is nog warm. Het is wel iets warm, ja. Niet heel warm, maar ik denk dat hij nog wel geschikt is voor consumptie. Dit zwijntje komt dus bij de slager terecht. Een oplossing voor al die aanrijdingen is er niet. Er wordt te hard gereden en automobilisten zijn er niet op bedacht. Maar gevaarlijk is het wel. Vorig jaar zijn er 2 doden gevallen bij wildaanrijdingen. Ja, het probleem is nu dat de ochtendspits samenvalt met de schemering, ook door het verzetten van de tijd.
is dat nu weer. Daardoor zijn er behoorlijk wat aanrijdingen. En een andere belangrijke reden is dat alles begint uit te lopen, alles begint groen te worden in het voorjaar. Beesten die 's winters in de spaarstand staan, zou je kunnen zeggen, die bijna niet bewegen om geen energie te verliezen, die beginnen nu weer in beweging te komen. Die gaan op voedseltocht. En juist tijdens die voedseltocht, ja, dan is de gevaar op aanrijding redelijk groot. Doet het je nog wel eens wat als je dan zo'n enorme hert ziet liggen of een aangereden zwijn? Ja, op zich vind je dat natuurlijk nooit leuk. Het is natuurlijk wel zo. Ik zie het bijna dagelijks. Op een gegeven moment wen je daar in zekere zin toch ook wel aan. Maar leuk is het nooit.